Volk van Suriname, goedendag. Wederom spreek ik u toe om de thans geldende regels met betrekking tot de beperking van de verspreiding van het COVID-19-virus met u te delen. Het doet mij als taas goed om te kunnen vaststellen dat de integrale aanpak van de COVID-19-pandemie in Suriname haar vruchten afwerpt. De situatie ten lande is stabiel te noemen. We blijven echter nauwlettend monitoren. We zien dat de dalende trend qua besmettingen zich blijft voortzetten. De bezettingsgraad in de ziekenhuizen en op de intensive care blijft dalen. Hieruit concludeer ik twee zaken. 1. De getroffen maatregelen werken. En 2. U als burger houdt zich aan de regels. Dat is geweldig. Daarom zetten wij als regering de getroffen maatregelen voort. We hebben een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van u als burger. Door deze positieve houding voorkomen wij samen een nieuwe golf van besmettingen. We weten dat de maatregelen vaker als onaangenaam en beperkend worden ervaren. We kunnen echter niet anders. We zullen dit moeten doen om de samenleving te beschermen. De maatregelen worden steeds in goed overleg getroffen. Dit is vooralsnog het nieuwe normaal. We hebben de afgelopen periode gezien dat de protocollen goed worden toegepast. De controle op de naleving zal intensief worden voortgezet. Hierbij doen we een beroep op de samenleving en het bedrijfsleven om deze protocollen op de juiste manier te blijven volgen. Blijft u zich aan de regels houden. Het COVID-19 Quick Response Team is inmiddels actief en treedt waar nodig handhavend op. Schroomt u niet om te bellen naar het Quick Response Team op het nummer 105 indien u een overtreding van de regels constateert. Sociale controle is van eminent belang. Tot nog toe is geen enkel onderneming in de positie gekomen om direct te sluiten. Waar nodig, zal er wel aanmaningen gegeven worden. Ik benadruk, dames en heren, dat er niet geschroomd zal worden om tot sluiting over te gaan indien daartoe aanleiding is. We hebben te kampen met een uitbraak op Apura, Yarikaba en Kwamalasamutu. Door het prompte optreden van de overheid is de situatie daar inmiddels onder controle. Op deze plekken zijn tijdig en adequate isolatie- en quarantainemaatregelen getroffen. Desalniettemin blijft de situatie daar met bijzondere aandacht gemonitord. Uit voorzorg is de afgelopen week 1 school tijdelijk gesloten. De bescherming van onze kinderen geniet bijzondere prioriteit. In dit verband worden scholen intensief gemonitord en zal indien dit noodzakelijk is, direct tot actie worden overgegaan. Landgenoten, ik condoleer mede namens de regering elke burger die een naaste heeft verloren aan COVID-19. We zijn ervan bewust dat de COVID-19-pandemie ontwrichting brengt in de samenleving. Maatschappelijk, maar ook sociaal-economisch. Wij werken hard aan het inzetten van de nodige middelen die verlichtend kunnen werken. Steun wordt gegeven waar dat nodig is en doelmatig is. Vooralsnog wordt die steun gegeven in de vorm van pakketten. Maar we zullen spoedig overgaan naar een systeem waarin de burger meer keuzevrijheid heeft. De bestrijding van armoede in de samenleving blijft onze prioriteit. Naar verwachting zal aan het begin van de volgende maand een sneltest operationeel zijn. Hierdoor kunnen we binnen 20 minuten, binnen 20 minuten de uitslag van een COVID-19-test hebben. Deze sneltesten kunnen eventueel op de luchthavens worden ingezet in het kader van verdere normalisatie. Volk van Suriname, de regering zal continu blijven evalueren om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen effectief en doelmatig zijn. We blijven bijstellen
in hoeverre het mogelijk en verantwoord is om de maatregelen te verlichten of dat het juist noodzakelijk is om de maatregelen te verscherpen. Hierbij zoeken we steeds balans tussen enerzijds het belang van de bescherming van de volksgezondheid en anderzijds het sociaal-economisch belang en het voorkomen van armoede in de samenleving. Landgenoten, vanaf maandag 12 oktober tot en met zondag 25 oktober gelden de volgende maatregelen. De algemene maatregelen blijven van kracht. 1. Draag uw mond- en neusbedekking. 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand, altijd in acht. 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. Maatregel nummer 1. Het uitgaansverbod is ingesteld van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Buiten die tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel nummer 2. Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan 10 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Hiervoor zullen geen dispensaties worden verleend. Maatregel nummer 3. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn. Maatregel nummer 4. Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden, onverkort blijven van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan. Maatregel nummer 5. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Maatregel nummer 6. Bordelen, bars, nachtclubs, dansings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Maatregel nummer 7. Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open, mits zij beschikken over terrassen in de open lucht. Verder zijn opengesteld recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of gelegenheden, contactberoepen zoals fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops en markten. Dit alles uitsluitend met inachtneming van de geldende protocollen. Maatregel nummer 8. De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor rechtstreeks personenverkeer uit Nederland. Het personenverkeer is echter uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijke aard. In al deze gevallen uitsluitend nadat de desbetreffende persoon toestemming heeft verkregen van de bevoegde autoriteiten. Maatregel nummer 9. Vluchten naar het binnenland worden hervat onder naleving van de protocollen en na doorlichting van zorg en hulp door eventueel CASA's. Voornoemde maatregelen hebben verstrekkende gevolgen. In gevolge daarvan de volgende toelichtingen. Vanwege de toename aan besmettingen in Nederland is het personenverkeer met Nederland verder beperkt. Personenverkeer is uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijke aard. In al deze gevallen kan reizen uitsluitend nadat desbetreffende persoon toestemming heeft verkregen van de bevoegde Surinaamse autoriteiten. Zulks na overlegging van een negatieve real-time PCR-test van maximaal 72 uur oud en 10 dagen quarantaine volgens de voorschriften van de minister van Volksgezondheid. De precieze voorschriften zult u krijgen nadat u toestemming heeft gekregen om af te reizen. Ten aanzien van de handhaving. Er is een COVID Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105. Beste landgenoten.
Het is onwaarschijnlijk dat we binnen korte tijd dit virus als een gepasseerd station kunnen beschouwen. De noodzaak bestaat dus om extra op onszelf en op elkaar te letten. We zien hier en daar verslapping van onze awareness omtrent COVID-19. Het komt ons ter oren dat het samenscholingsverbod wordt overschreden. Mensen beginnen te feesten en overtreden het uitgaansverbod. Ik doe bij deze een dringende oproep op elke Surinamer: blijf de geldende regels en protocollen volgen. Dit geldt ook voor de regering. Dit geldt ook voor de overheid. Ook voor mij als president. Ook voor de vicepresident en alle andere leden van het regeerteam. De enorme vooruitgang die we in de afgelopen 2 maanden hebben geboekt, kan in 1 klap teniet worden gedaan. En wij willen dat niet. Let dus op jezelf en op uw naasten. Ten slotte, blijft u gezond eten. Neem voldoende vitamines tot uzelf en blijf bewegen. We hebben alle randvoorwaarden in Suriname om gezond te kunnen leven. In ons gezegend land zijn gezonde groenten en fruit in overvloed aanwezig. Ook het bewegen in de buitenlucht versterkt uw weerstand. De zon is onze natuurlijke bron van vitamine D. U versterkt uw eigen weerstand daarmee. U ondersteunt ook de lokale landbouwsector. Weer danken wij de gezondheidswerkers voor hun bijdrage en zorg. Weer spreken wij een woord van bemoediging uit naar werknemers en werkgevers in alle sectoren. We gaan het samen doen. Voor ons allen. Voor onze kinderen. Voor ons geliefd land Suriname. Dank u voor uw aandacht en God zegene u.